Dames en heren, van harte welkom op de Leerfabriek Oosterwijk, oftewel de leerlooierij van Oosterwijk. Mijn naam is Chris van der A, ook wel Chris genoemd, of gewoon de dikke van der A. Als oprichter van deze voor Oosterwijk zo belangrijke fabriek is mij verzocht het een en ander, u en het een en ander te vertellen over het ontstaan van deze fabriek. Leerlooien. Ik heb zelf het vak van leerlooien geleerd van mijn vader. Die had namelijk een leerlooierij in de Hoefstraat in Tilburg. Hij looide daar paardenstuiten. Dat is de achterkant van het paard. Eigenlijk alles wat ze maar konden wensen. En dat was heel fijn voor die Canadezen. Maar dat was ook heel fijn voor mij. Want als 22-jarige Wim van der Hort kon ik hier aan de slag in de keuken. En ik kan je wel vertellen, een baantje in de keuken in de tijd van voedselschaarste, dat is niet weg. Nou, dat was heel fijn en ik heb daar een tijd kunnen werken. Ik ben trouwens nog een tijdje voorman van de keuken geweest. En toen ik wegging ben ik beloond met een heuse bestekset. Ja, dus het ging dan om het bestek. Dus dan heb je de spoon, knife. Dit is de knife. Nou ja, ik ben nooit zo goed geweest in Engels, maar gelukkig in de keuken was ik fantastisch. Nou, welkom allemaal. Ik ben Nel Biemans. Zeggen jullie maar juffrouw Biemans. Dat is echt heel Oosterwijk. En dan weet ik tenminste over wie jullie het hebben. Ik ben hier sociaal werkster. En daar ben ik geweest ongeveer, ja, wel een heel aantal jaar, maar wat ik nou vertel, speelt zich ongeveer af tussen 1949 en 1956. En wat deed ik nou? Ik ging naar de gezinnen toe. En ging kijken hoe de kindjes erbij stonden. Want ja, in die tijd was het heel arm. Mensen die hier werkten waren arm. En als dan een kindje zag weer zo was. Helemaal wit. En dan zo'n polsje. Als ik dan zo'n kindje zag weer zo'n morgen was. Dan zit ik tegen die moeder, kom jij op woensdag en op zaterdagmiddag maar eens naar men toe. En dan kan jouw kindje onder de hoogtezon. Hoogtezon was dat nou weer. Zinnen ze dan, dan leidde ik dat uit, jullie weten allemaal, dus dat hoef ik niet uit te leggen. Vitamine D kregen ze dan. En als ze hier kwamen, kregen ze ook altijd een appeltje of zoiets. Want en was ik voerman, mijn man of acht tegenwoordig, in de buitendienst. En ik verzorgde eigenlijk dat alles vervoerd werd. Dus ik zorgde ervoor dat het vuil werd opgehaald overal op terrein. Maar ook als ze hier met de trein, want er lag een apart spoor nog, hè. Kwamen ze met de trein aan, moesten de huiden eruit en de zouten en chemicaliën. Ik sta te praten, jongen. En ja, dat deden wij allemaal, hè? Gewoon met de platte kar en pert en de hand. Gewoon huppakee, dit. En zelfs kolen, die waren hier natuurlijk ook, er lagen bergen kolen bij het gemaal. En bij de stoommachine. En dat moesten wij dan naar de directeur thuis brengen. Nu begon op Lint. Meneer van der A. Ben je er al geweest? Heb je meneer van der A al gezien? Ja, zonder mens. Echt een goede baas, hoor. Oh, echt. Die zullen misschien zoiets hebben van, hey, verrek, Toon, wat doet jij hier? Want je bent toch al een aantal jaren dood. Dat klopt, maar ze belden me op en zeiden, er is zin om nog een dagje terug te komen. Ik zeg, dat doe ik. Dat vind ik leuk. Ik ga vertellen over wat dingen die ik gedaan heb in het Oosterwijkse. En een van die dingen is dan bijvoorbeeld het gebrandschilderde glas wat u hier achter mij ziet. Heb ik dat zomaar gedaan voor de lol? Nee, dat was een opdracht van de gemeente Oosterwijk. Want de KVL, de Koninklijke Verenigde Lederfabriek, bestond 25 jaar in 1941. Even voorstellen, mijn naam is Willy van Bremen. Ik ben speciaal voor deze dag teruggehaald om u iets te komen vertellen over deze wandschildering. Deze wandschildering is gevonden door de mensen onder andere van de stichting Stoommachine, hè, die hier met de restauratie bezig zijn. En zij waren heel erg benieuwd naar de maker van dit schilderij, of van deze wandschildering moet ik zeggen. En zij ontdekten hieronder uiteindelijk een gedeelte van een naam. Ant ziet u hier nog staan. En een jaartal, 1940. Had ik nog geleefd, dan had ik ze meteen kunnen vertellen wie de maker was. Want deze meneer was in dezelfde periode werkzaam hier als dat ik ook was. Ja. Maar er waren natuurlijk nog meer problemen. Toen het buiten lag, daar weet hij alles van. Vogeltjes.
Nou, niet zozeer vogels, andere vliegende beesten, bijen. Die langs van het roofveld van de imker. Aan de andere kant van, langs van dat veld lag een bloemist. Dus dat was eigenlijk de vanaf, ja, de prille geschiedenis van dit gebouw, 1877 ongeveer, tot, ja, ik weet niet wanneer de looierij precies gesloten is, tot dat moment hebben ze ongeveer met dit gewerkt. Ja, dus. Nou, wat hield dat in? Dat was een wedstrijd om voor allerlei ontwerpers om zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk een namiddagschoen te creëren. Heel veel inzendingen kreeg de jury, een stuk van 112 stuks, om te beoordelen. Maar ze verwenden ons niet alleen met chocolade. Nee. Want het gebeurde wel eens, nou ja, is maar regelmatig, dat er één arbeider, of altijd de mannen natuurlijk, hè, soms twee, met één van die mesjes, soms twee, naar dat busje gingen, busje in, deur toe, gordijnen dicht, gordijntjes dicht. En wat er dan verder gebeurde, we zijn oud en wijs genoeg. Ze zijn oud en wijs genoeg om te mogen bedenken wat daar gebeurde. Ze zijn heel goede mensen hoor, ja. Ja, dat is echt wel. Ja. Maar van de appeltjes, had je dat gehoord van de appeltjes? Nee. Heb ik even trouwens verteld van die kinderen van meneer de Jong? En die heeft 9 kinderen, echt waar. En dan heeft hij 2 metjes, en dan heeft hij een jongske, en de jongske heet Jantje. En dan heeft hij nog Fretje. En Fretje, die was lesjarig. En weet je wat hij voor zijn verjaardag heeft gekregen? Een altaartje en een kazuifeltje. En dan kon hij zo de heilige mis opdragen voor alle kindjes uit de buurt hier. Voor de kindjes van Kapper Evers en daarvoor van de Wiel. En nou, hij was er toch zo vreed mee. Ja, echt waar. En dit begon zo'n beetje plantaardig. Ja, met de fazalen leren. Een echt harde stuk leren. Een beetje plantaardig nagelooid. Dat is geweldig. Diana is goed voor weten. Achter ons. Ja. En volgens mij is dat toen in de brand gegaan. Kijk, was dat daar van ander? Donders. Donders, ja. Jantje, ja. Donders had broeders Donders. Ja. Ja, dat is toch meer struikelen? Nee, nou, dat denk ik niet. Nou, dat denk ik wel. Je bent echt zo'n bedrijfsdirecteur die zegt van, ach nee, ik ben maar gewoon een mens. Ja. He, maar goed. Ja, ik dank u voor uw aandacht en mocht u nog meer willen weten over de geschiedenis van de Lederfabriek, dan kunt u in het volgende lokaal in de Schrijvershoek terecht voor het boek 100 jaar KVL kunt u aanschaffen als u wilt.